11 mannelijke en 6 vrouwelijke bloeddonoren hebben onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt. De vrouwen hebben namelijk het punt bereikt dat ze 50 keer bloed hebben afgestaan, terwijl de mannen dat 100 keer hebben gedaan. Voor de Stichting Nationale Bloedbank, een werkarm van het Surinaamse Rode Kruis SRK, een belangrijke mijlpaal. Volgens SRK-voorzitter Maria Narendorp heeft deze groep van 17 donoren de Hall of Fame van bloedgeven betreden. Ze werden vanmorgen daarom gehuldigd middels het opspelden van de SRK-gouden druppel, een 18 karaat gouden speld. Met de huldiging geeft het SRK blijk van haar enorme waardering voor deze vrijwillige humanitaire daad van liefde. Volgens SRK-voorzitter Narendorp is de huldiging vanwege de economische situatie sober gehouden. Want ook het SRK en de bloedbank hebben eronder te lijden. Ons hele werk staat onder enorme spanning. Zeker omdat het gaat om het opereren binnen de gezondheidszorg. De afnemers van onze bloedproducten zijn de ziekenhuizen en iedereen weet in welke situatie de ziekenhuizen verkeren. Dus dan kunt u zich voorstellen wat voor effect het op ons heeft. Maar een hele grote uitdaging die we hebben, en ik hoop dat u ook mee kan denken voor ons, is dat het is opgevallen dat het steeds moeilijker wordt om ook werkelijk de bloeddonoren hier te krijgen om dat noodzakelijke zakje, dat essentiële zakje bloed af te staan. Omdat als dat niet gebeurt, als dat niet in voldoende mate gebeurt, moeten we nee verkopen aan de ziekenhuizen. En precies daar liggen de patiënten die het zo hard nodig hebben. Dus als ik zal besluiten van 1, we hebben u hier laten komen vanochtend om echt u te bedanken. En onze erkentelijkheid te tonen. En zo meteen gaan we het ook fysiek doen. Maar we gaan niet weg om u toch ook te vragen om ons te blijven helpen. Vooral met dat laatste wat ik zei. En dat is van hoe kunnen we aan mensen overdragen dat ze bloeddonor moeten worden. En mensen die al bloeddonor zijn, dat ze actief zijn. Volgens het Rode Kruis is er in Suriname een grote behoefte aan meer bloeddonoren. Omdat de behoefte steeds toeneemt. Meer bloeddonoren houdt in dat de bloedbank kan voorzien in de steeds stijgende behoefte naar bloed. Anderzijds blijft ook de dankbaarheid van personen die genezen zijn door bloed van hun medemens niet uit. Maria Chonaloy, medisch directeur van de Nationale Bloedbank, las een gedicht voor geschreven door een dankbare patiënt. Donor, bedankt. Ik weet niet wie u bent. Maar ik heb in u een medemens herkend. U gaf mij bloed. Door uw bloed aan mij te geven, mag ik gezond weer verder leven. Als u die donor bent geweest, dan hoop ik dat u dit leest. Want met dit simpele gedicht is mijn oprechte dank aan u gericht. Dus namens de vele patiënten wil ik u van harte bedanken. Maria Chonaloy, medisch directeur van de Nationale Bloedbank. Ze sprak in het gebouw van het Surinaamse Rode Kruis in verband met de huldiging van 17 bloeddonoren die 50 en 100 keren bloed hebben gegeven ten behoeve van hun medemens.